Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is 11:30 en ik loop naar de gym voor upper body, armen, buik, rug. Ik ben benieuwd, energielevel is niet heel hoog, maar we gaan ervoor jongens. Straks bijles, voor bijles. Ik wil eigenlijk heel misschien nog even naar de moestuin van mijn schoonouders, omdat die op vakantie zijn. Ik ben er nog nooit geweest. Dus ik weet niet zeker of ik dat ga doen. Ik ga in ieder geval bijles geven. En ja, het zonnetje schijnt weer. Helemaal wennen ook. Het is eigenlijk ook alweer te heet wat ik aan heb. Heerlijk. Kijk hoe lekker wanneer je een avocado hebt opengezet en hij is gewoon perfect. Normaal kan ik echt wel genieten. Zo, deze matcha sterk. Nu even mijn HelloFresh campagne bewerken en opsturen ter goedkeuring. En even bij de Hema, maar kijk naar wat schattig. Ik vind dit ook heel leuk. Ik zoek een kaartje voor iemand die een meisje krijgt. Maar ze is in verwachting, dus ze heeft nog geen meisje. Maar die zie ik dus niet. It's a girl, is nog te vroeg voor, toch? Soort van. Dit soort minimalistisch kaartjes vind ik ook heel schattig. Ik zie het niet echt hoor. En ik zoek ook nog iets voor Lot trouwens. Ik had dit keer gevraagd wat ze wil hebben. Zodat ik niet alleen maar troep koop. Maar ik vind het zo cute om dat dan bijvoorbeeld hierin te doen. Maar ik weet niet of ze hierop zit te wachten. Ik vind hem wel echt iets voor Lotte dit. En ook dan die twee cadeautjes hierin doe of zo. Misschien ga ik dat wel doen. Emma is zo leuk. Echt love it. Ik heb altijd heel lastig om de verleiding te weerstaan om al deze nijntje dingen te kopen. Ik heb nog nooit iets gekocht ervan, maar ik vind het zo schattig allemaal. Dit is zo schattig, maar ik vind het nog wel best duur. Maar echt heel cute. Oké, dankjewel. Deze vind ik echt cute. Ook heel leuk. Komt een shaker voor 4 euro en zo'n dispenser in het goud. Love it. Heel leuk ook dit, met zo'n broche erop. Ik vind deze ook heel leuk. Ik ben goed bezig met de verleiding weer staan in winkels en ik had zelfs een klein mandje genomen, maar uiteindelijk heb ik toch weer voor bijna 70 euro bij de Normal uitgegeven. Oh jongens. Maar oké, hele leuke dingen. Ik ga het straks laten zien. Deze is wel chic. Op zich, want er staat ook geen hoera bij. Kijk hier. Hoera. Ja oké, kan al wel, maar meestal zeg je dat pas als ze geboren is. Ik vind ze allemaal niet heel leuk, maar ik ga morgen sowieso wat make-up naar de toe sturen voor mijn bruiloft, dus dan dacht ik, kan ik meteen een kaarsje mee sturen, weet je wel. Deze is ook wel schattig. Hallo jongens, ik heb een beetje weinig gevlogd vandaag. Maar ik ben blij, dat was super leuk. Want je leert elkaar natuurlijk ook steeds beter kennen. Dus dit meisje heb ik nu lang, zeg maar, voorbij les. Nou, lang, maar in ieder geval de eerste. En ik heb dus met haar ook de tekst over vegetariërs en zo gedaan. Want zij heeft ook dezelfde leeftijd. Dus ja, ik kan eigenlijk steeds hetzelfde met iedereen doen. En het is ook wel leuk, want dan kan je steeds wat meer diepgang. Omdat ik het zelf ook steeds beter ken, die tekst. En dat vond ze super interessant, dat was heel leuk. En toen besloten we om even wat anders te doen. Omdat het ook vakantie is, zei ik van, zullen we in het Nederlands een recept gaan schrijven. Dus een boodschappenlijstje maken en dan benodigdheden, ingrediënten, bereidingswijze en dan echt voluit zinnen schrijven. Dus dat hebben we gedaan en dan gaan zij dus de spullen halen en dan gaan we donderdag samen die pindakaaskoekjes maken. Want ik dacht, het is ook nog eens gezond, het is niet te moeilijk.
We gaan zo ook nog naar de Lidl, waar je de beste pindakaas hebt. Zo superleuk. Maar dan gaan we dat dus donderdag maken. En dan ga ik proberen om heel veel met haar te praten tijdens het maken daarvan. Dat is dan wel echt ja, heel leuk en leerzaam. En een beetje speels en een beetje wat anders. En ik ben nog even naar de stad geweest. En eindelijk weer een keer een watermeloen gekocht. Want ik zie nooit meer hele goede watermeloenen. Maar deze zag er op zich wel oké uit en was het 3 euro. Dus eindelijk weer watermeloen. En deze hele tas was leeg en zit nu vol. Maar ik heb frambozen, bananen. Overjarige kaas voor haar. Die is overjarig. Lactosevrije magere kwark. Parmezaan. En ik ben voor dit kaarsje gegaan. En deze. Dat is vast voor als hij jarig is. Die vond ik leuk. Nog 3 tomaten. Dan heb ik dus voor dingetjes voor Lot gekocht. Om mijn tasje een beetje mee op te vullen. Ik heb vooral dingen bij de Normal gekocht. En waar de Flying Tiger ging over 3 minuten dicht. Maar ik heb daar zoiets leuks gekocht wat ik al de hele tijd wil kopen. Ik heb er maar eentje gedaan. Want ik dacht, ja, ik ga er niet meteen 2 kopen. Maar dit is dus wat ik wil voor mijn chia pudding. En hij is best wel groot, zie je dat? Maar hierin kan je bijvoorbeeld wel heel leuk overnight oats. Nou, je ziet het overal en iedereen koopt op Amazon. Maar dit hebben ze er dus. Ik wou er eigenlijk 2, maar ik dacht, oké, ik begin met 1. En dan hadden ze 1 maatje kleiner. Maar ze hadden ook, bijvoorbeeld zonder zo'n lepel, potjes in andere maten. Maar ja, ik had geen tijd, ik moest afrekenen. Dus ik heb dit snel gepakt. Dit maatje heb ik ook. Dus dit is eigenlijk nog een beter maatje van mijn chia. Ja, dit is eigenlijk de perfecte portie. Dat is net anders. Maar zo blij, want dat zoek ik eigenlijk al heel lang. Dan hoef ik het niet online te bestellen. En ze hadden dan nog een heel leuk... Oh ja, deze heb ik dus voor Lotte gekocht bij de Hema. Daar ga ik dan... Ze vroeg 2 dingen van dat ene merk, ik weet het niet meer. Nou, 1 dingetje ga ik hier dan in doen voor Lotte. De ander... Heb ik 1 voor mezelf en 1 voor haar. Ik vond het zo mooi. Dit soort van groene marble bakje. Heel cute, gewoon om van alles leuk in te doen. Ik denk dat zij dat wel heel leuk vindt. Niet te groot. Iedereen kan hier wel wat mee. Dus 1 voor mezelf en 1 voor haar. En kijk, het is een beetje matchy. Er komen hier 2 beauty producten in. Dit tasje bij de Normal, om het dan in te doen voor Lotte. Normaal vraag ik dus nooit aan haar wat ze wil. Maar ik dacht, ik ga het nu wel een keer doen. Want dan krijgen ze niet alleen maar prulletjes. Maar ik vond het wel leuk om toch iets van prulletjes erbij te doen. Zaterdag ga ik voor het eerst sinds echt... beschamend lang weer naar mijn oma. De moeder van mijn vader. Ik weet dat ze vorige keer vroeg om leesbrillen. En toen zag ik dus een ziek leuk montuur. Ze had toen 3 of 3,5. Dat is een jaar geleden. Maar zoals ze nog wel nog steeds hebben. Ik zie nu niks. Want ik heb geen plus. Maar ik dacht dat gaat ze echt heel leuk vinden. Als ik zo'n hip montuur voor haar meeneem. En trouwens, september komt er aan. Dus dat is echt cadeautjesmaand. Dus dat wordt echt weer heel veel geld uitgegeven waarschijnlijk. En dan nog meer voor Lotte. Oh ja, dan ga ik in het tasje deze snoepjes doen. Want eigenlijk vullen we altijd met de tasjes voor elkaar. Er zaten allemaal spekjes en dat vond ik heel leuk. Dan ga ik deze erin doen. Een soort bubblegum mixje. En popping candy, want dat is echt ons ding. En dan is dat voor haar wel goed. En dan komen er dus 2 producten in, maar nu moet ik even gaan bestellen. Dit is mijn bijlesboekje trouwens. En dit heb ik ook bij de Normal gekocht. Het was wel 6 nog wat, maar dit schijnt zo goed te zijn om je wc schoon te maken. Dus dit is mijn cadeautje voor haar. Want hij altijd de wc schoon maakt. Nou, dan ga ik wel meteen door, want haast aan het koken, dus kan ik het beter meteen afmaken. Oh ja, deze had ik toch gekocht toen. Voor TikTok, maar die had ik toen bij mijn schoonouders al gebruikt. Dus ik dacht, ik koop er nog eentje, want dan heb ik dat compleet voor TikTok. Dit is wel een beetje onzin, maar dit vond ik zo leuker uitzien. Dit is een sticky spul, weet je wel, waarmee je dingen kan plakken. Maar misschien ga ik deze dan voor die vriendin erbij doen, omdat het roze is. Maar, weet ik niet zeker. Dat ga ik doen, dat heeft er niet echt wat aan. En dit vond ik gewoon heel leuk om... Als iemand jarig is, in zo'n tasje een kaarsje te doen. Dus ik ga voor Lotte dan ook 1 kaarsje hier uit erbij doen. Wax, wat ik chill vind voor, om een keer te proberen voor een bikinilijn. Die je dan niet zelf hoeft te smelten, maar het is wel echt wax. Dus je doet het eerst op je lichaam en dan doe je pas een stripper op en trek je het eraf. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Dit omdat ik dit gewoon al heel lang nodig heb beneden in mijn kantoor. Dit heb ik heel lang... kunnen weer staan om niet te kopen, maar toch wil ik het. Een avocado snijder. Nog zo'n hoesje, want ik vind hem heel chill. Dus als je dan vies is, heb ik er nog één. Dit leek me leuk om te gebruiken voor bakken en zo. Die nootjes had ik vorige keer 1 zakje van gekocht. En dat vond ik zo handig dat ik alle 3 de varianten heb. Het kost 1,50 of zo. Dat is super handig voor onderweg. Het is best wel een grote portie. Maar als je echt in de auto of zo meeneemt, heel chill. En ik hou niet echt van snoep, maar hier had ik heel veel zin in. Zo lekker, zure snoepjes. Dit gaat in de verjaardagbak, vond ik leuk.
dextro met niet die vieze smaak. Want het helpt echt wel als je moe bent en even wil sporten. Deze schaar, omdat ik heel graag een mooie schaar een keer wil. Dat was 3 euro. Vond ik wel leuk. En dan, oh ja, voor Lotte en mezelf. Dit vond ik schattig. Sticky notes. Dus deze is voor Lotte. En wat heel leuk is. Ze hebben dus allemaal kleurstoffen zo daar. Dus ik heb 1 kleurstof gekocht. Roze. En van die sprinkles. Die had ik laatst opgemaakt bij dat toetje. En wat dus het allerleukste is dat ze eetbaar glitters hebben. Dus hier staat echt glitter drink gold. Hier kan je dit kan je door een cocktail doen. Maar hier staat edible. Dus dat kan je ook door cocktail doen. Dan heb ik roze en groen op. Hoe geweldig is dit om door een cocktail te doen? En aangezien ik best veel cocktails maak is dat leuk. En deze bakjes vond ik handig. Of voor mijn bodemzochter of voor hier in de kast. Gewoon om kleine dingetjes in te bewaren. Dus hier kan je ook knutseldingetjes in doen, maar ook eten. Heel handig formaat. En dit was echt 2 euro. Dat vond ik heel goedkoop. Nou, heel veel, maar ik ben er wel heel blij mee. Nu moeten we alles weer opruimen en gaan wij lekker eten. Yummy. Oh, ha! Ik had dus heel veel zin in een wijntje, maar je hebt al wijn klaargezet. Lekker. Lekker wijntje, joh. Hij is heerlijk. Hij is heel fruitig. Hallo, Poesie. Hallo, Poesie. Hallo, Poesie. Hallo. Yummy, hete? Oh ja, kijk jongens, we hebben dus de parasol van mijn oma. Dus die is dan perfect om bijvoorbeeld hier te zetten als je geen zon wil. Dus je dicht lekker. Yummy food. Yummy wine. Het is heel raar, hij is gewoon oranje. Hele rare kleur rosé, maar echt heerlijk. Hi Pushy. Zo, weer even voorraadje pindakaas, banaan, havermoutkoekjes maken. Want dat is toch wel heel handig om in huis te hebben. Het is vooral handig, net als dat je bijvoorbeeld een ontbijtkoekje of zo meeneemt, dat je dan zo'n koekje hebt. Het is gewoon handig en voedzaam en super lekker. Dus 3 banana's. Deze is echt heel rijp, maar goed. Dat is juist wel goed voor dit soort dingen. Oven voorvormen op 180 graden. Deze pindakaas is het allerbest. De smaak, structuur gewoon, deze is echt fantastisch. Dit verandert, maakt je koekjes zoveel beter. Er zitten ook echt stukken in. Ik doe volgens mij 6 eetlepels. Ik kom net uit de douche, dus ik sta in mijn hand. Ja, ik doe het altijd een beetje op gevoel eigenlijk. Het is al een eetlepel, maar dat krijg je er niet af. Dat is niet zo handig. Je hebt toch altijd van die video's over hoe je het laatste restje chocopasta uit de pot krijgt. Maar wat doe je met het laatste restje pindakaas? Volgens mij staat theesaus van maken. Het is gewoon een beetje aanvoelen. Ik deed redelijk veel pindakaas omdat ik dat gewoon heel lekker vind voor de smaak. Maar het is natuurlijk eigenlijk niet nodig. Dus misschien is dit ook wel goed zo. 4 eetlepels. Je moet het gewoon een beetje op gevoel doen. Maar zo is het sowieso goed. En dan havermout doe ik ook op gevoel. En ik heb trouwens ook tegen haar gezegd fijne havervloeken. Maar dit zijn helemaal geen fijne. Dit is grof. Maar het zal wel, maakt niet zo uit. Ik vind die grove structuur wel heel lekker. Ik weet niet of ik vorige keer ook dit had. Dit is gewoon een beetje roerend dat je denkt, ja, het is een mooie. Kijk, dan zie je duidelijk dat hij nog veel te dun is en nog echt geen koekjesubstantie krijgt. Ja, ik denk dat ik vorige keer fijne havermout had en dit is totaal anders. Maar misschien ga ik even dit een beetje erdoorheen doen. Dat is leuk. Ga ik gewoon proberen. Oh, lekker. Dit is ook kaneel en dat moest sowieso ook in het recept. En je kan het natuurlijk gewoon proeven. Dat is ook het fijne hieraan. Het is natuurlijk allemaal eetbaar, gewoon rauw. Maar ik heb het idee dat er straks nog een schepje pindakaas bij moet. Ik ga nog een beetje klooien met een beetje meer van dit spul of een beetje pindakaas. En dan gaan ze de oven in. Dit is toch geen recept, dus het gaat er meer om Google. Gewoon even op pindakaas, havermout, banaankoekjes. En dan krijg je allemaal recepten, maar ik doe maar wat. En nu zie ik dus, nu wordt het wat kleviger en steviger. Nu is het dus goed. Nee, je moet wel fijne haver, want dit is niet zo chill. Ze maken iets minder naar pindakaas dan vorige keer. Maar het smaakt wel lekker. Kijk, we hebben dus deze alleen nog maar. Dit is zoveel minder lekker. Je ziet het ook aan de kleur. Smaakt naar sesampasta. Nou, het is wel lekker, maar het is niet te vergelijken met die van de Lidl. Ik vind mijn beslagje zo mooi. Sowieso trouwens een snufje zout te voegen, dat is echt belangrijk. Het deeg is vrij kleverig, maar we zien het wel lekker gewoon hup. Niet al te mooi. 15 à 20 minuten op 180 graden. Nou, ik ben benieuwd. Het is nu dinsdagmiddag en Hazan is vrij. En omdat zijn ouders 3 weken op vakantie zijn, gaan we even naar hun moestuin. Om, nou echt niet eens om water te geven, dat is ook wel handig misschien nu, maar om wat te oogsten. Loes vroeg al heel lang of ik hier een keer heen wilde gaan. Nog wel eens gedaan, maar ik ben best wel benieuwd. Ik zie allemaal heerlijke dingen bij andere mensen. Bramen, tomaten. Is dit het? Ik zie daar tomaten. Maar dat, en een paprika, maar ik weet niet of die van hun is.
Ik zal even Loes haar filmpje erbij pakken. Ze heeft me al 2 keer in een jaar een filmpje gestuurd met hoe het moet. En courgette moet ergens zijn. Bramen? Waar zijn bramen? Frambozen, kijk. Oh, hè? Is het? Oh, daar. Frambozen. Oh nee, bramen. Daar hangt een bram. Kijk. We hebben ook echt heel dom geen zakjes of bakjes liggen. Allemaal in één grote tas. Paprika-plantje. Paprika-plantje? Met een paprikaatje. Moet oppassen voor prikkels. Ik heb 1 braam. En dit zijn bramen, geen frambozen. Kijk, ik heb een tomaat geplukt. Oh, hij is best hard nog. Nou, die wordt nog wel rijp hoor. In de winkel zien ze er ook zo uit. We gaan hier echt niet nog een keer heen, ons kennende. Kijk, dit zijn trostomaten volgens mij. Of ben ik nou echt gek? Hier is een groene paprika, een heel klein plantje. Ik weet niet of die al groot genoeg is. Nou, deze braam kunnen we beter gewoon opeten. Oh, dit zijn die eetbare bloemen die Loes altijd voor me meenam voor 35. Maar is een ui, als hij klaar komt, komt hij dan gewoon zo boven de grond te liggen? Huh? Ja, maar hazen liggen los. Werkt dit zo, jongens? Nee, ik snap hier helemaal niks van. Het is toch niet zo dat een ui gewoon uit de grond komt en dan klaar is? Ja. Maar ze zijn nog heel klein. Is dit dan goed? Ik weet het echt niet hoor, sorry. Maar wat moeten we met zoveel ui? Dat vind ik wel heel bijzonder. Ha, wat moeten we met al die ui? Eigenlijk het enige wat ik niet wilde was ui. Kan je die ook laten liggen, die ui? Anders hebben wij straks heel veel ui. Moet je die pakken allemaal? Dat weet ik niet. Deze zit allemaal los. Dit zijn allemaal eetbare flowers. Maar ik kan me niet voorstellen wat je moeder zegt dat mensen dan hun spullen jatten. Zo raar. Jongens, we hebben dus gele framboos. Oh, het zit er allemaal in. Oh, ik dacht eitjes, maar dit hoort toch? Mm-hmm. Ik vind het er vies uitzien. Niet te wassen. Oh. Mm. Oh ja, ik heb die ui nat gemaakt, nu is het heel vies. Ik dacht dat ik al die uien moest pakken. Waarom vallen mijn oorbellen steeds uit? Net die ander ook al. Oh, dit achterkantje ben ik kwijt. Nou, mooi, gele framboos. Het is natuurlijk niet heel mooi weer geweest, dus ook die tomaten, dat ze waarschijnlijk verwacht dat die al helemaal klaar waren. Nou, al zitten er beestjes in, is wel gezond om te eten. Er zat geen beestje in hoor. Oh! Een hele rijpe braam. Mm. Niet boven een lekkere tomatensop met tabasco. Ik zei heb je balsamico, maar ik bedoelde echt tabasco. En zalt. We zitten hier. Heerlijk. Ik zag een konijntje. We hebben heerlijk gezeten. Het is niet, zeg maar, echt totaal geen boeiend restaurant, maar wel een heerlijke plek. En nu gaan we weer naar huis fietsen. Dus ik doe mijn camera weer weg. Au revoir. Heerlijk zo'n dinsdagmiddagje. Het weekend. Ik ga even de ogen slaan zien. Oh ja, waarom nog even langs de appie gegaan? Oh! Oh, chill. Die hele havermoutzak is open. Nu ligt het hele huis onder. Ik haal hem uit de tas en dit is er. Eeuw, was die dan in de winkel ook al open? Burrata, deze is maar 2 euro. Dit was 2,50 euro. Dat is wel een handig maatje die tenminste in de la past. En ik had 40% korting op chiazaad. Persoonlijke bonus. Dus ik heb het idee dat deze beter is dan die van de Action. Maar dat zou ook een fabel kunnen zijn. En dit vind ik nog steeds extreem duur voor 1,70. Maar deze is heel lekker. En dit is dus ons oogst. Kijk, wij hebben dus geen verstand van. Dus wij begonnen met, oh, er is niks. Maar uiteindelijk waren er dus bieten. Moet je ook maar even weten. Die trek je natuurlijk uit de grond. Dit is de grootste biet. Ik moet even alles uitzallen en een foto naar mijn schoonmoeder sturen. Dat is wel leuk. 3 bieten. Ik vind dus... Wat heel veel mensen hebben met gember, koriander, matcha. Dus ik dus met biet. Ik vind biet echt naar grond smaken. Eigenlijk lust ik het alleen als mijn vader het maakt met zijn dressing. Hele lekkere salade. We hebben 2 keer een prei. We hadden nog meer kunnen plukken. Deze is niet van ons, maar we wilden heel graag courgette. Toen raakten we aan de praat met een man en toen kregen we van hem deze reuze courgette. En deze soort van augurken. En het is heel grappig, maar kijk. Ik ken dit soort augurken wel, ja, komkommers. Ze hebben een soort van puntjes, maar dat lijken net poriën die op je neus zo uitknijpt. Dat is echt heel nasty. Grappig. Eigenlijk zou ik hier wel, het is heel pijnlijk trouwens,
een ingemaakte soort agurk van willen maken. Maar dat is zoveel werk voor zo'n kleintje. En de tomatenoogst was niet fantastisch. Ze hadden waarschijnlijk nog iets langer moeten groeien. Maar we hebben ze toch maar geplukt. 4 tomaten, wat bloemetjes. Maar de hele tas zit vol met aarde. En de rest zijn heel... Kijk. Zonde. Ik was wel lang blij dat we een tas mee hadden. Heel veel ui. Die ik dus nat heb gemaakt. Waar ze heel plakkerig zijn. Dit en dan nog zo'n handvol. Iets van 15 van dit soort kleine uitjes. Veel te veel werk. Ik zou dat zeg maar zelf niet willen hebben. Je moet er en naartoe. Je moet het echt extreem goed verzorgen. Maar... Dat we er nu van mogen plukken. Dat is wel heel leuk. Ik ga die uien dan nu maar even goed wassen. Want... Ja, en heel veel zitten nog wel wortels. Denk ik dat ik ze misschien later op moet plukken. Maar ze zaten al boven de grond. En ik weet het ook allemaal niet, joh. Ik stuurde een foto naar mijn schoonmoeder dat haar dus 2 tomaten vast had. En ze zegt, hopelijk is dat niet alles. Maar zij dacht dat er heel veel tomaten zouden zijn. En kijk wat een mazzel dat deze bodem erin zit. Waardoor ik dit zo kan afspoelen. Want heel vies. Nou, dat was het. Bye bye. Mijn benen zijn helemaal aan het trillen, want iemand heeft mij net uitgelegd dat ik dit verkeerd doe. Dus snap ik waarom het er steeds zo raar uitziet en raar voelt. Ik moet deze hendel hier naartoe trekken en dan ga je veel lager. Ja, ik wil niet veel, want het was te druk. Maar oh my god, 3 maanden verkeerd gedaan. Het is 11:30 en ik heb al gesport. Yes. En, oh, ben ik blij zeg. Ik wist dat die hip thrust niet helemaal goed ging ofzo, maar... En het ziet er altijd ook zo raar uit in de vlogs. En nu heeft iemand hem uitgelegd. En mijn benen zijn verzuurd, niet normaal. Ik heb zo meteen 12 uur online bijles. En... Ken je trouwens iemand die bijles op voor basisschool? Mijn specialiteit is dus Nederlands. Maar kan ook sowieso tot en met groep 6 helpen met rekenen. Of huiswerkbegeleiding voor de middelbare school. Ja. Ik ben dus echt druk bezig om hier mijn kantoortje van te maken. Dat moet gewoon opruimen, maar verder is het hier helemaal klaar. Ja, dan kunnen ze me mailen naar charlotte.remedialteaching@gmail.com. Je mag me natuurlijk ook via Instagram een bericht sturen. Ik heb ook een Remedial Teaching Instagram. Maar nu ga ik even een tekst zoeken voor begrijpend lezen. Ik vind het wel lekker. Ik gebruik deze laptop ook gewoon eigenlijk alleen maar voor werk. En dan staat alles ook gewoon klaar. Kan ik alles ook gewoon lekker open laten staan. Ik denk dat ik vandaag, ik heb hakken en plakken nog openstaan vorige week, dat we misschien 5 minuutjes of zo gaan hakken plakken met dat jongere meisje. Maar verder gaat het over die meid van groep 7. Zo, wat een herrie als het raam openstaat. Die doe ik zo dicht. Mijn bijles begint over 25 minuten, dus ik ga denk ik heel snel even douchen. Waar ik wel tegenaan loop is dat ik dus vooral online bijles geef en dus ik degene ben die de materialen moet aanleveren. Dat ik natuurlijk geen schoolaccounts of zo heb en... Als ik allemaal nieuwsbegrip en zo accounts moet gaan kopen, dan is het helemaal niet rendabel. Maar goed, eeltlaag. Niet eetlagen. Ja, goed zo. Oké, ik heb de babykaartje en 2 leuke roze badgel. En ze had gevraagd om wat make-up. Tenminste, ze wilde wat kopen. Zeg. Ik heb heel veel make-up, dus ik stuur haar make-up toe. Ik moet zeggen, ik heb niet meer zoveel, omdat ik nooit meer wat opgestuurd krijg. Maar ik hoop dat het zo veilig is. En dan ga ik dit zo naartoe sturen. Right, ik ga even naar de kwanten, want Hadi had daar grote potten gezien waar we onze heg in kunnen zetten. Want we moeten nog steeds die heg ompotten in iets groters. Dus ik ga die eventjes halen, want ik heb daar tijd voor. En ik haat het dat ik nu met de auto ga, het is super mooi weer, maar hij moet wel. Hij was er op de fiets, zeg ja, ik kan het niet op de fiets meenemen. En ik ga dan liever lopen, maar ja, dat kan ook niet, hè. Dus even met de car. Dat is echt... In principe, kijk, hij kan dus naar de kwantum gaan, potten pakken, afrekenen naar huis. Maar ik vind dat heel moeilijk. Maar ik ga het proberen om me niet te laten verleiden om iets anders te doen. Wat ik voorbij daar is, dus 2 keer per week langs de stad fietsen, is ook echt gevaarlijk voor mij. Morgen weer. Dit is zo cute. Love alles. Dit is ook echt heel leuk. Ik hou echt van de kwantum. Dit vind ik ook heel leuk, met zo'n tuutje. Leuk, Haas stuurt mij op pad met dingen die ziek groot zijn, maar net passen. Ik dacht, dat is niet zo groot, maar oké. Wat wel heel leuk is, nou, ze zijn ten eerste beschadigd, maar dat wist hij al. Ze hadden er nog maar 2. Hij heeft iets van, ja, boeiend, het staat toch buiten. Ik kom hier dus aan, het staat heel groot op het raam. 1% gratis al een maand. Dat wist hij dus niet. Dus het zijn €55. Blijkbaar dus steven 5,50, maar ik zeg ja, ze zijn heel erg beschadigd. Dat ging ze even vragen. Toen mochten we nog €5 per pot af. Toen heb ik €45 voor 2. Terwijl H dus dit had gekozen als in €55 per stuk. Wat? Huh? Dat is echt ziek goed.
Dus omdat ik een goede deal had gedaan, maar dit is wel heel extreem. We waren anders gewoon €110 kwijt voor die bakken en nu 45. Lijp. I love it. En die aanbieding duurde maar 2 dagen. En ja, we hadden dus beter meer potten hier kunnen kopen, maar zonde, want we hebben al potten. Maar die waaien steeds om waar de fruitbomen in staan. Maar ja, die gaan we niet nu wegdoen, die waren hartstikke duur. Hier zijn best wel veel leuke potten. En verder heb ik de verleiding kunnen weerstaan. Ik heb alleen 8 bakken gekocht voor mijn kantoor om die kast erachter een beetje mooier te kunnen ordenen. Dat in ieder geval 2 rijen met 4 bakken per stuk in het groen. En nog 2 leuke doorzichtige bakjes. Die zal ik zo even laten zien. Helemaal lekker. Een HF potgrond gekocht. Dus dan chill. €55 bloempot square. 55 keer 55 anthraciet. Heerlijk. En die bakken waren ook nog 25% stapelkorting. Dus perfecto. Dus eigenlijk, die bakken waren dus 66 bij elkaar. Dus dat plus die 45 is eigenlijk het bedrag waarvoor ik hier naartoe ging. Alleen hebben we dan dus nu 8 bakken. Die verhouding heel duur zijn, maar bakken zijn gewoon heel duur. Dus nice. Ik dacht dat ik net kon schakelen, maar het gaat niet. Dus ha, kom nu hierin om de andere op te halen. Ja, het zijn gewoon vierkante blokken. Dat past echt niet. Het is dat ik geen dure auto heb. Maar dat hier jongetjes zitten met een soort van gun. Zitten ze te wachten tot je langs gaat en dan gaan ze op je auto schieten. Een soort van balletjes. Wat is dat nou weer voor rare? Dat deden we vroeger. We schoten op met besjes, maar niet op auto's. Dat vind ik echt heel zo. Je moet maar net een dikke bakker tussen hebben. Die klaagt je gewoon aan hoor. Ja, vraag me niet hoe ik dit in bakken ga krijgen, maar dit is in ieder geval de before. Zijn lekker bezig, Haas, om dus even een rondje naar zijn ouders werk ging maken voor een aantal, niet heel veel, maar bijvoorbeeld matrassen, luchtbed, campingdingen. Laten we deze even testen. Ik heb hem al getest boven, maar aan jullie laten zien. Woehoe! Cool, hè? Hij gaat net niet tot boven, maar kijk. Hoe cool. Nou, straks gaat hij weer, als het goed is, weer zakken. Vorige keer ging ik nu al meteen met de borstel schoonmaken. Misschien ging hij daarom zakken. Dat ga ik nu even niet doen, zie je? Er stond eventueel randjes met de borstel doen, maar... Dan gaat hij dus meteen, gaat het effect meteen weer pletten. Dus dat ga ik nu niet doen. Als je het indrukt, is het ook meteen weg. En dan even goed inmasseren. Ik doe dat nog een beetje hier. En dan straks even goed naspoelen. Leuk allemaal, ik ben vandaag lekker om 7:45 mijn bed uitgegaan. Denk je misschien dat is heel laat. Dat is voor mij dus nu heel vroeg. Vroeger stond ik natuurlijk veel vroeger op, maar nu ik niet meer naar een vaste baan hoef. En ik mocht dan van mezelf even lekker Geus en Gorgels kijken. Was heel leuk. Was nog veel te kort, maar ik vond het wel echt heel leuk. Leuker denk ik dan de vorige. En mijn lichaam voelt helemaal overreden door een vrachtwagen. Het is niet normaal. Mijn rug is overreden door een vrachtwagen. En mijn benen hier de zijkant, joh. Ik denk dus door de hip thrust. Bizar. Niet normaal, maar wel chill. En vandaag ga ik dus proberen een veel nuttiger dagje te kunnen hebben. Omdat ik dus veel meer uren in mijn dag heb. Ik heb dat gekeken en het is nog niet eens 8:30. Dus een lekker koffietje, cafeïnevrij en ontbijten. En dan even kijken. Ja, het is voor mij een beetje zoeken naar een ritme natuurlijk. Bijles is pas eind van de dag. En ik moet zeggen dat ik het wel chill vind als je eigenlijk eerder op de dag al de deur uit moet. Voor iets. Maar want ik merk dat als ik dan eerst de deur uit ga, heb ik best wel veel energie krijg ik daarvan. En dan lekker rommelen. En nu moet ik eigenlijk eerst allemaal dingen doen en dan de deur uit. Maar goed, we gaan het zien hoe ik mijn dag besteed. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik een keer weer eerder ben opgestaan. Want veel slaap is helemaal niet eens goed voor je. En nu heb ik gewoon alsnog 8 uur gepakt en ging ik lekker op tijd naar bed. Dus heerlijk. Ik deel dus best wel de struggle van het ritme krijgen. Maar voor mij is het gewoon als ik met mensen ben. Of waarschijnlijk ook als ik moeder ben, weet je wel. Of... met een vriend ben of met mensen, dan ben ik best wel goed in een ritme hebben. Of als ik moet werken, maar als je het allemaal nu niet hebt, en je bent gewoon alleen, je hoeft niet per se verplicht ergens naartoe op een bepaalde tijd, dan is het echt aan jezelf om dat ritme te creëren. Dus daar doe ik een beetje de struggle van met jullie. En ik heb nu bijvoorbeeld ook, ik luister best veel podcasts, dus ik ben nu echt begonnen met een groot, redelijk groot glas water, waar ik normaal matcha uit drink. Ik vind water drinken 's ochtends heel moeilijk, vind ik echt niet lekker in de ochtend. En dan probeer ik pas na 1,5 uur een koffietje te nemen. Ontbijt met chia, fruit, weet je wel, gezond, lekker. Zo ben ik heel bewust aan nadenken hoe ik nou dat ritme zo kan houden. En dan wil ik ook het liefst nu elke dag gewoon lekker rond 8 uur of eerder opstaan. Mits ik natuurlijk op tijd naar bed ben gegaan en ook gewoon heb kunnen slapen. Voor mij is het heel normaal dat ik 6 keer op een nacht wakker word, zeg maar. Dat heb ik al 10 jaar of zo. Ik word gewoon echt om de 1 of 2 uur meestal wel wakker.
Maar dan slaap ik ook weer in, dus dat is voor mij normaal. Maar als ik dus pas om 3 uur in slaap val, dan ga ik niet als ik moet om 8 uur opstaan. En die hou, nou, ik deel dat nu maar even. Wat ik dus ook nooit doe, is een kopje thee. Dus ik dacht, laat ik nu eens beginnen met een lekker kopje thee. En wat staat hier? Welke gewoonte wil je graag afleren? Te lang blijven slapen. Nou, dat is mooi. Wow. Ik heb deze, die lijkt me lekker in de ochtend. En ja, vandaag... Ik heb nog wat bakken bijbesteld bij de kranten. Maar dat is dan, kan je pas over 5 dagen ophalen. Maar dat rek moet ik verlagen, want er passen nu geen 4 bakken. Ik wil de trapkast opruimen. Ik zou mijn nagels ook wel weer willen doen, maar het is niet echt heel belangrijk. Nog achter mijn laptop werken. Ik hoef vandaag dus niet te sporten. Maar wel, ik wil nog even naar de stad. Want ik moet echt... nog iets van zomer outfit hebben, want ik heb heel weinig. Een kort broekje en een sportshirt en zo. Maar ik hoop niet te veel uitgeven. Maar dat wil ik doen. En koken, vaatwasser uitruimen, een beetje opruimen, schoonmaken, dat soort dingen. Ik had dit dus voor de online bijles even snel als lunch gemaakt gisteren. Dat was echt heel chill. Ik heb een avocado en dan ja, Italiaanse kip, gewoon zo kant en klaar. En een tomaatje en dat roer ik dan door elkaar. En dan best wel lang roeren, waardoor die avocado een soort dressing-achtige vibe krijgt. En dat is super lekker, gewoon random. Dan heb je dus eiwitten van de kip, lekker vetten van de avocado, nog een tomaatje. Kijk, een soort van mini salade. Je kan natuurlijk ook helemaal overdreven gaan doen, maar dit is echt letterlijk 1 minuut werk. Oeps, en dat is heel chill. Dus dit ga ik lekker eten als lunch. Oh, gaat hier. Alleen een pakketje voor Lotte is er. Ze wilde deze. Mooi hè, die kringen. En deze. Kijk al het verschil. Deze heb ik weggehaald. Alles verlaagd. Toch echt al een heel groot verschil. Ik heb nog meer van deze besteld. Die vind ik heel leuk. Dit is dan Lotte's tasje. En dan dacht ik, ja, dat doe ik gewoon zo. Dit er zo in. Zo cute. Nou, staat al klaar. Ik heb het kaartje ook al geschreven. Hoppakee. Oh, ik heb de hele tijd de camera opgeladen. En hij is leeg. Ik wou zeggen, it's bijles. Bijles time. Nou, jongens. Yummy. Ik heb trouwens altijd mijn hand er zo omheen. Dan gaat het er eigenlijk nooit naast. Eigenlijk moet ik alleen maar van die. Maar ja, ik heb er nu niet genoeg. Ik had heel schattig zo'n snoeppotje gemaakt. Maar ja, deze pot wil ik dan hierbij zetten. Dus dan, hier zat oude matcha in. Die heb ik in een soort van... gewoon een vershoutdoosje gedaan. Kijk. Okay. Die staat weer op een andere plek. Dus die hoeft dan niet te matchen. Oh, hier. Lukt dat? Deze pot is ook heel leuk. Maar die staat dan weer los in de servieskast. Dus die hoeft er niet te matchen. Met die andere pot, hè? Dan kan deze nog hier. Maar ik snap niet dat we er maar 4 hebben van de appie. Want ik dacht eigenlijk dat we er meer hadden. Dit is ook weer een ander. Dit moet dan hierin. Dit is wel cute. Gewoon wat losse snoepjes hierin gedaan. Zo. Maar ik vond het toch leuker. In die andere pot zag ik meer, maar dit is op zich ook wel leuk. Hier zat al echt zo'n mega bak. Van die satisfying video's past het precies, maar hier natuurlijk niet. Nope. Alsnog. Sowieso is het heel onhandig, want we hebben nu cafeïnevrij en ik drink cafeïnevrij na met cafeïne. Dan kan ik deze wel goed dichtbinden. Dus we moeten het elke dag vullen, zeg maar per portie vullen we nu wat je wil, dus dan is dit wel handig. Dit is met cafeïne. We hebben dus net veel gekeken, A Man Called Otto op Netflix uit 2022. Hij stond ineens op nummer 2 bij films. Daarom zagen we met Tom Hanks. En het is echt zo geweldig. Ik heb denk ik... Ik kan me niet herinneren dat ik voor het laatst zoveel heb gehuild. Ik huilde ook bij de leuke scènes. En ook bij de droevige scènes. Ik heb echt leeg gehuild. Dat ik gewoon echt moet bijkomen al een half uur lang van deze film. Oh, de koek was dat ook wel. Ga die echt kijken. Mega film tip. Ik probeer een tip met jullie te delen. Ik ben ondertussen in deze jar een dubbele portie chia aan het voorbereiden. En... goed roeren in de koelkast zetten. Dit is wel echt een hele chillen, die grote van de Flying Tiger. Die kleine heb je niet zo van. Oké, waarom zat de koelkast ook nog open? Omdat ik het erin moet zetten, maar oké. En wij gaan lekker slapen en ik zie jullie morgen.
Hallo. Dan een wortel. Het is super grappig hoe snel jij aan uw ritme bent. Want ik had gisteravond helemaal zin om op tijd op te staan. Ik was weer om 7:15 opgestaan en ben meteen dingen gaan doen. En het is nu 9:55. Dus dat betekent dat ik meer dan 2 uur bezig ben geweest. Bizar, maar is het nu pas 10 uur, hè? Ik ben gewoon continu, ik kan niet eens uitleggen wat ik doe. Ik loop ergens naartoe en wat ik daar zie ga ik opruimen of uitzoeken. En dan word ik weer afgeleid door iets anders en dan ga ik het daar opruimen en uitzoeken. En zo doe ik overal wat. Ik zal uiteindelijk wel wat leuke eindresultaat dingetjes laten zien. Dit is in ieder geval nu normale koffie, cafeïnevrije koffie. Ik heb dit even schoongemaakt. Dit heb ik allemaal eventjes op dit Tiki Max dingetje gezet. Ziet er wat netter uit. Hier ga ik straks nog meer potten voor halen. We willen ook nog een andere fruitschaal. Dit is allemaal nog super rommelig, maar ook voor het even op een blad zetten. Zo ben ik overal een beetje aan het klooien. Chiazaad, koekjes, maar het is allemaal nog lang niet klaar zoals je kan zien. Maar ik ben wel lekker bezig. Ook kregen we te horen dat onze hulp niet meer komt, terwijl we haar pas heel kort hadden. Maar ik heb meteen een ander gevonden via haar. Dat is heel chill, dus die komt volgende week dan dinsdag. Want we hebben de hele vakantie geen hulp gehad. En dan gaat zij ook weer op vakantie, hebben we een maand niet, maar daarna weer wel. Nou, nu ga ik mijn hele planning doen met sporten, armen, rug, buik. Dan even naar de stad dingetjes doen. Nou ja, ondertussen weet je, dan zie je ineens, oh, de brokjes zijn leeg. Ga ik nu de brokjes verschonen. Ik zet steeds dingen bij de vuilnisbak die wij niet meer hoeven. En binnen no time is het opgehaald. Dus dat soort dingen. We hebben hier zo'n kapstokje opgehangen voor tassen. Maar zo'n kast is ook de hel. Ik moet nu het eten bijvullen, dat ligt eronder. Ik ga deze hele tas met schoenen die eigenlijk prima zijn, ga ik ook niet verkopen. Om mijn merkschoenen, die ga ik gewoon naast de bak zetten. En dan pakt waarschijnlijk iemand het die het wel kan gebruiken. En als het dan niet wordt weggehaald, dan haal ik het gewoon weer naar binnen. Vuilnis weggooien. Nou, zo ben ik alleen maar bezig. Heel chill. Oké, let's go. Fietsbanden opgepompt. Het is chill als je gewoon je bij de fietsenmaker buiten je fiets kan oppompen. Want thuis heb ik nooit zin om die pomp te pakken. En dit is gewoon zo'n elektrische. Heerlijk. Oké, let's go to the gym. Heerlijk aan het trainen. Maar ik wou even zeggen, die rookies, die ik dus luister op Podimo. Rookies van Laura Pessar en Kimberly Kaper. Dat vind ik dus echt wel leuk. En het is grappig, want ze hadden het over Marie Kondo methode. En dat herken ik zo erg dat je zeg maar dan zo'n opruim aanval krijgt. En alles weggooit en dan daar denkt waarom heb ik het weggooit. Het staat bijvoorbeeld over een kaasschaal. Maar ja, die geeft me geen sparkle of joy meer. Maar hij is wel praktisch. Wat ik dus ook herken is dat ze zeggen, ja dan heb je alles perfect opgeruimd. En dan zit je in een gezinsleven. Dat herken ik vooral als mensen met z'n drieën zijn. En dan is alles meteen weer chaos. En dan ga je het zeggen, nee, is goed niet daar, dit niet daar. En dan voel je echt zo'n zeikert. En dat is ook niet gezellig voor de sfeer in huis. Dus dan ga je het maar liever niet allemaal netjes opruimen. Want dan hoef je ook niet te zeiken. Ik vind het grappig omdat ik juist nu nog aan het opruimen ben. Ik zat altijd denk, oh, dinsdag komt ze weer. En dan gaat dit en dit sowieso weer stort en vies worden, weet je wel. Nou, grappig. Oké, ik ga verder trainen. Hartstikke idee. Ik heb weer niet gedaan wat ik wilde in de stad, want ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga lekker naar huis. Oh, ik ben kapot. Wat een machte. Geef zijn gorgel zit er in mijn oor. Ik heb een broek gekocht bij de Bristol, niet gepast. Bij de Casa heb ik een olijfolie dingetje gekocht, wat ik wel echt wilde hebben. Ik dacht, ik kan wel jaren gaan zoeken naar de perfecte, maar ik vond deze wel leuk. Voor 9 euro. Maar dan kan ik vullen. Dan komt er niet zoveel uit. Oeh, ik ben helemaal moe. Vuilniszakken. Ik heb morgen met mijn oma dingen gehaald. Laat ik morgen wel zien. Eitjes. Deze vind ik echt heel lekker. Nou ja, voor mijn oma trouwens broodjes. Krabsalade wilde ze. Ei, volgens mij, het lijstje snapte ik niet helemaal. Voor ons heb ik vanavond... Oeh, hij is open. Zeg maar alsjeblieft dat hij in mijn tas open is gegaan. Oh. Daarom lag dit hier zo. Op een rare plek. Nou. Laten we hopen dat hij al net was open. Ik haat dat. Kan ik niet tegen. Mijn oma wou ossoort. Ik heb surimi. Mijn oma wou kaas. Ik heb weer haring. En zalm. En ze hadden maar 2 potten. Maar eerst wou ik er ook 2, dus dat is prima. En nog afbakbroodjes voor oma. Dat was het al, maar ik dacht het was zo zwaar.
Nee, ik voel nog iets. Oh, die tas is gewoon heel zwaar. Ik zal even douchen. En over 2 uur begint mijn bijles. Tegenwoordig doe ik gewoon even een heel klein stipje concealer en dan een beetje zo brons. Voor echt minimaal iets. Ik word echt heel makkelijk in mijn make-up. Deze, die van de Normal. Haar gewassen, dus het zit in een strak knotje, dus je ziet niet dat nat is. Ga ik lekker fresh. Bijles, net een blouseje aan en Italiaanse jongen is dit, die dus nu weer komt. Superleuk. Was vorige keer heel leuk, leuke sfeer. Gaan we weer begrijpend lezen. Ik neem deze snoeppot mee naar beneden, want ik vind het eigenlijk wel heel leuk als ze een snoepje of zo kunnen. En water voor ons. En zij komen echt exact op de minuut op tijd. Dat vind ik super chill, daar hou ik echt van. Oh, laat maar. Het is al 1:30. In ieder geval niet te vroeg, dat vind ik altijd prettig. Ik moet echt die kringen uit het bureau zien te krijgen nog. Misschien even schuren. Maar, oh, daar zijn ze volgens mij. Alrighty. Kijk hoe netjes het er hier uitziet trouwens. Alleen dat nog. Dit is ook niet heel mooi, maar verder. Dit zijn die bakken. Er staan gewoon wat dingetjes klaar die ik nodig heb voor de termijn. Top, toch? Nou, dat zit er ook weer op. Dat was leuk. Ik ging goed hebben. Tekst over kamelen gedaan en toen hadden ze nog wat boekjes van Junior Einstein voor groep 7. We gaan even het lezen. Hebben we ook gedaan, nog wat tafels en volgende keer gaan we ook nog een beetje spelling doen. Helemaal toppie. Fijne ruimte is het aan het worden hier hoor, heerlijk. Oké, okay, next. Met een winkelkartje naar de supermarkt om 5 keer 40 liter potgrond te halen. Ik dacht wel dat het dus 400 gram, maar dat het dus past dus niet in 500 milliliter. Dat is nooit in die potten. Ja, maar de gedachte is een beetje dat je dan wat je overhoudt met zo'n zak dichtklemt en in zo'n laag gooit, weet je wel, als voorraad. Ook met de koffie. Maar dat wat je gebruikt dan mooi hier staat. Dat je ook weet wat je hebt. Dit is wel chill. Frusli zonder suiker. Met volkoren tarwevlokken. En natuurlijk aardbeiaromen. Geen zoetstof. Vuilniszakken. Ik heb echt veel moeten kopen vandaag. Oh, je bent. Dat heb ik altijd, hè. Dan ben ik tegen haar aan het praten. Dan loopt hij gewoon naar buiten. En dan praat ik door tegen niemand. Oh, hi. Poesy. Alleen als we buiten komen, dan komt ze bij ons. Als we binnen zitten, komt ze nooit meer. Ik heb deze gezocht. Poes. Hi. Poes. Oh nee, ze lijken uit de verte iets groter. Nou, ze beginnen zelfs een beetje zacht te worden. Ja, maar het is veel te zwaar. Deze potten zijn uiteindelijk geen goede koop geweest. Poesie, die zien wij nooit meer. Die ligt alleen maar buiten te loeren. Het is net alsof we geen kat hebben. En zo ziet het er hier uit. Eén chaos. Dinner. We eten lekker dit, want die haring en zo vulde al super erg. Dus dit is aan het avondeten. En er zit een hele lekkere olijfolie overheen van de beste vriendin van mijn moeder uit Spanje. Die heeft die zelf gemaakt met olijf uit de tuin. Heel bijzonder. Dus die zit hier lekker overheen. Dat is zo lekker. Die heeft mijn moeder meegenomen uit Spanje. En het is truffel burrata. De enige manier om dit wezen hier te houden is om dit te doen. Maar zelfs nu gaat ze waarschijnlijk weer weg. Of nu niet. Blijf je eindelijk weer een keertje hier liggen, Boezie? We zijn helemaal geobsedeerd met de buurman. Ja, stout. Ik denk dat ze wel even blijft liggen. Ja, lekker hè. Ik heb een heel oud masker op van Glam Glow die nu op is. Helaas, maar ik ga niet opnieuw kopen, want het is zo duur. Vroeger kocht ik dat altijd. Het kost echt 50 euro, maar nu niet meer. Maar, hoe heet het? Het is dus weekend. Maar ik voelde me zo chill bij dat vroege opstaan gisteren. Ik had echt mega productieve dagen, maar ik dacht, nou, vandaag als ik niet heel goed heb geslapen was en heel vaak wakker, dan ga ik wel iets langer slapen. Want ik merk altijd dat je gewoon, ik zie wel bij mezelf als ik dus om 8 uur opsta, dat ik wel er moe uitzie op een dag. Maar ik ging het eventjes nog proberen om te blijven liggen, maar ik had gewoon eigenlijk daar helemaal geen zin in en ook heel veel zin om op te staan. Dus ik denk, ja, ik heb zoveel te doen, ik sta gewoon op. Gisteravond ben ik volgens mij tot 10:30 nog doorgegaan met al die potten, echt obsessief, maar wel heel leuk. Het ziet er heel mooi uit. En ik had vast 1 hand van mijn nagels gelakt. Mijn nagels zijn wel steeds weer sterker aan het worden. Ik denk ook dat ik er MSM-pillen slik. Maar ze zijn best wel kort. Maar ik denk over 2 weken of zo zijn ze al een stukje langer. Dus ik ga nu even mijn andere hand doen. En ik had donderdag helemaal mijn vlog al af.
Dus heb ik een update gedaan, die ik al maanden uitstel van mijn editprogramma. En daarna heeft hij er niet meer aan gedacht. En nu zag ik dus gisteren dat alles wat ik had bewerkt, ik had zeg maar een tweede edit gedaan. Dus allemaal dingetjes, nog extra dingetjes eruit geknipt en toegevoegd en zo, is allemaal weg. Dus dat moet ik allemaal opnieuw doen. En ik wil ook nog eventjes eigenlijk weer naar de stad voor wat ik de hele tijd wil kopen, maar de hele tijd niet heb gedaan. En ik moet om 12:30 naar mijn oma. Dus waarschijnlijk wordt het weer stress. Maar ik heb wel expres gisteren al mijn haar gewassen. Dus dat scheelt weer tijd. Maar ik ga nu even mijn nagels doen en dan editen en dan 9:30, 10:30. Dan zou ik om 9:30 daar denk ik ook klaar mee moeten zijn. En dan zou je denken dat ik het wel moet redden. Maar ik denk dat ik mijn oma vast een appje ga sturen dat ik er tussen 1:30, 2:00 ben. Hallo. Mijn dag is een regelrechte ramp. Echt, alles ging mis. En toen was ik eindelijk klaar om te vertrekken naar mijn oma. Die ik al belachelijk lang niet heb gezien, wat echt verschrikkelijk erg is van mij en stom. Ben ik 1/2 uur later, maar had ik al vanochtend aangegeven. Mijn hele vlog, alles wat ik had bewerkt, was ook weg. Na een en al drama gedoe. Kleren stonden niet leuk. Had ik eindelijk één ding. Die gewaten jurk, die zebra jurk die ik niet mooi vond, maar die jullie wel leuk vonden. Dus ik snel nog even matcha maken. Geen tijd om te ontbijten, dus ik heb hier een ontbijtkoek. Ik in mijn hand. Kleren van haar, want die is nu voetballen, die pik ik daar nog op. Dus die heeft kleren nodig. Nog een jasje voor mezelf. Bloemen, 2 tassen met boodschappen. Mijn handtas, mijn matcha. Doe ik de achterdeur open, valt de deurklinker af en in diezelfde beweging valt het hele volle glas matcha op de grond. En mijn hele jurk, hazenkleren, mijn witte jasje, alles is groen. En ik weet toevallig dat ik matcha op het aanrecht had laten liggen, wat poeder. En dat ik dat de dag erna er al bijna niet meer uitkreeg, dat het een soort van geel wordt. Dus 1 grote ramp. Mijn oma vindt dat ook echt niet leuk, die heeft iets van ik moet lunchen. Ik ben er nu pas om 2 uur, ik heb ook niet de jurk aan die ik aan wil. Ik voel me een beetje opgeblazen, dus ik voel me nu helemaal niet lekker hierin, zeg maar. Het boeit me niet heel veel meer. EMDR heeft echt geholpen, maar het is gewoon, als je wat aankomt of wat opgeblazener bent of wat dan ook, dan zit je gewoon minder lekker in je kleren. Dus dan is het gewoon lekker om wat wijders aan te doen, maar ik heb niet zo heel veel echt wijde dingen. En nu is dat dus hierachter helemaal nat, maar het groen is er nog steeds niet uit, dus dan moet ik het maar wassen bij oma of zo, weet ik het. Wat een chaos, wat een ellende. En dan heb je ook nog niet ontbeten en ik heb nu mijn cafeïne van vandaag nog niet op. En ik had mijn haar gedaan, maar ik weet niet wat er van over is. Oh ja, en de jurk zat dus vol met kreukels. Dus ik had op het laatste moment hem nog helemaal zitten stomen. En hem lopen stellen met elastiekje van binnen, dat hij minder wijd is. En echt, het was eindelijk allemaal goed. Dit is wel echt vrijdag de 13e vibes. Klinkt trouwens zo erg als een hele goede smoes dat ik er ook zelfs foto's van heb gemaakt als bewijs. Want ik gewoon... Ik denk als iemand dit zegt, vooral ik, nou ik lieg eigenlijk nooit, maar we waren te laat, dan moet je denken dat dit een smoes is. Het klinkt gewoon te mooi om waar te zijn of te erg om waar te zijn. Oké, een beetje een egoïstische keuze, maar... Oh, nu gaat hij uit een auto uitrijden. Ik heb een matcha gehaald, want ja, ik moet echt een hele dag nog door. En ik weet niet of ik nog langs de Starbucks... Meneer, ik wil er ook uit, kan je alsjeblieft even doorrijden? Dank u. Ja, super. Dus ja, dit kostte me weer... 8 minuten, ja, ik wil nu rijden. Dank je. Maar ik moest, het was super druk, echt balen. Maar ik heb ondertussen wel make-up kunnen doen in de Starbucks. En mijn verhaal kunnen vertellen, mijn ei kwijt. Ik moet dat echt mijn ei kwijt. Ik vind het zo erg wat er is gebeurd. Ik moet ook echt bij mijn oma alles in de was gaan gooien. In maand dat ze een wasmachine heeft. Als ze een droger heeft, zou het top zijn. Wat een ellende. Maar ze gebruiken wel een mooie matcha. Hij is mooi groen. Ik had ook voor het eerst mijn nieuwe ceremonial, hele dure, luxe matcha gebruikt. Boom. Oh, mijn matcha thuis is zoveel lekkerder. Oeh. Ja, wel lekker, maar ik moet even wennen. Zo. Ik heb echt heel lang niet bij de Starbucks gehaald. Ja, het is wel oké, maar het is een totaal andere smaak. Nu moet ik ervoor zorgen dat ik niet de afslag verkeerd doe. Dat deed ik de vorige keer. Oh, ik vind het zo erg, hè, voor mijn oma. Ja, en dat ik dan dus dit wel ga halen. Hadden jullie dat gedaan? Denk ik, ja, die 10 minuten kunnen er ook nog wel bij. Het is zo erg dat ik zo weinig kom en dat het dan nu allemaal ellende is, maar... Ik heb ook helemaal geen spelen meer, want haast voetbaltoernooi duurt tot 4 en ik ben sowieso tot 4 bij mijn oma. We'll see. Deze matcha smaakt noterig of zo. Heel anders. Maar hij is heel groen, dus je zou denken dat hij dus wel echt een goede matcha is. Maar hij smaakt... Ik ben heel benieuwd wat zij gebruiken hier. Oh, ik moet niet te hard razen, ik krijg ook nog een boete. Kijk ook de kleur. Bizar, matcha is echt heel erg groen.
Maar ik dacht, ik ga niet meteen met mijn oma de wasmachine doen, want straks trekt het in. Dus ik moest het even onder heet water houden. Maar mijn favoriete Levi's jasje is dus ook groen op de mouw en die ligt nog wel thuis. Mijn haar zit gelukkig heel weinig, maar wel een beetje. En ik moest voor hem kleren meenemen voor naast voetbal. Ook lekker, allemaal groene vlekken. De ceremonial matcha is nog het ergste, want die is echt felgroen. Ah, daar ben ik eindelijk. Ik dacht al dat ik je zag. Daar ben ik eindelijk. Ja. Wat? Oh. Brievenbus. Oh, nog een keer. Ja, nu al. Kom wassen. Ja, oh, deze foto is echt leuk. Mijn vlog? Oma gaat even de was. Ja, ze weet nu dat er een 30 minuten programma op zit. Als ik het dan buiten hang, is de jurk denk ik wel snel droog. Oké, we hebben even lekker geluncht. Nu ga ik chia-pudding maken. Cola? Nee, strakjes. Heb je een bakje met een dekseltje? Oh, hier kan je je camera neerzetten. Of valt het plankje dan om? Dat is leuk. Nou. Oké. Het is wel een sluitstreep, gelukkig. Als je dit laat vallen, ben je niet blij. Ik heb een schaar. Ik had dit een keer laten vallen. Oh, ja. Dat is verschrikkelijk als je dat laat vallen. Maar heb je dit wel eens gegeten? Nee, nog nooit. Dan... Is het vies of is het lekker? Nou, ik vind het lekker, maar het wordt een soort van kikkervisjesachtig. Oh. Een soort slijm. Wat is dit? De dopje van mijn lens. De dopje van? Mijn camera. Oh. Ja, we moeten even meten. Ik leg het even op tafel. Oh, hierop. Dan het schoon krijgt. Ja. We moeten even meten, zodat je weet hoe je het zelf moet maken. Wil je voor één keer maken of voor meerdere keren? Ja, als het kan voor meerdere keren. Oké. Okay. Eén. Ik weet nog steeds niet echt precies wat de goede verhouding is. Je moet heel veel roeren. Maar we moeten zeg maar over 5 minuten moeten we weer roeren. Oké. Okay. En dan eigenlijk nog een keer. Ja, ja, 3 keer. Dat heb ik ook vergeten. Ja. Waar zie jij dat filmpje dan? Op Instagram? Op Instagram. Kappig. Maar je ziet het hoor. Je ziet het of het goed is. Oké. Okay. Ja, dan worden ze gedreven. Ja, dan gaan ze dreven. Jouw tanden zijn echt. Ja? Ja. Nou, ik was laatste jaar niet naar de tandarts geweest. Nee? Ja, een jaar. Heb je niet schoonheid? Ja, maar ik was een jaar niet geweest. Mm. Net als bij jou. Ja. Mm. Als kind vond ik dit zo fascinerend. En waar is die klank? Neem mee erbij. Dan heb ik weer een fotootje van me. Oh ja. Waar is die klankschaal? Die heeft je moeder meegenomen. Waarom? Ja, omdat ze hem graag wil hebben. Ja, dacht, die hoort hier. Wat een geluk, want dat je toch weer met je handjes, dat ik daar toch gelijk in heb gehad, hè? Ja, grappig. Even, ik doe met die bloemen. Wacht even. Maar niet dat vieze papiertje erbij. Nee, nee. Even kijken, ook niet al die rotzooi hier. Dit even weg. Zo. Kijk eens hoe lang die bent rijden. Ja, leuk, toch? Ja, die is hartstikke leuk. Zo, dit ding is mooi. Blijf maar doorgaan. Oh, ik vond het zo fascinerend ook voor ja. Heb ik in Duitsland eens gekocht. Maar ik heb er wel eens eentje gehad waar meer figuren kwamen. Ja? Je ziet straks jezelf terug op mijn Instagram, hè, als je straks gaat kijken. Wat dan? Jij kijkt toch altijd op mijn Instagram? Dan zie je jezelf. Ik kan je niet krijgen. Ik kan je niet krijgen. Je had ook mijn pudding filmpje gezien. Ja, toevallig. Dus een keer. Het was mega leuk bij mijn oma, maar echt, wat is er met deze dag? Ik ben dus letterlijk al bijna een half uur aan het rondrijden om de voetbalclub van Heel te vinden. En ik kan het gewoon niet vinden. Hij stuurt me naar fietspaden, hij stuurt me naar KFC. Ik word hier zo gek van, jongens. Rijd naar het noordwesten op de Stavorenweg. Moet ik weer 7 minuten rijden. Rijd naar het noordwesten op de Stavorenweg. Hier was ik net, daar kan je niet. Daar mag... Ik word helemaal gek, hè? 0 minuten geheugen. Top. Ik ben echt helemaal klaar hiermee. Ja. Die moet ik nog uitpakken. Ja. Deze glazen zijn echt mooi. Ja, leuk. We kunnen daar zitten als je wilt, Mas. Oké. Okay. Maar vorig jaar had ik toch die hele tas vol gegooid met dingen. Maar dat heb ik nu niet. Nee, okay. Ja, want ik dacht misschien... Oh, deze bank zit lekker. Ik moet de bingie even uitlaten natuurlijk. We mogen van Lot hier graaien, dus we proberen een soort van... Oh nee!
Jij zegt net, dit heb ik net allemaal gekocht, maar dan pak je het dus niet. Dus ik vind dat je het dan moet pakken. Ja, maar ik heb er echt nog drie thuis. Het scheelt geld. Anders pak je het hoor. Ja, ik gebruik het wel, daar heb ik gewoon drie thuis. Nou dan. Oh, een CC cream. Helemaal heerlijk. Dat is wel mooi. Ik zat serieus te twijfelen om deze te kopen 2 dagen geleden. Toen dacht ik, ik gebruik geen eens nagellak, dus waarom ga ik het dan kopen? Maar nu weet ik het. Nog zo'n masker. Om je haar roze te maken. Ja. Koraal. Oh. Wat is dat? Oh ja, dat werkt wel. Een sjouwblond. Maar jij bent niet rond. Ik vind dat die tegen zijn. Ik vind jou ook rond hoor. Bear with me. Oh, Becca. Instantly awaken your skin. Wie heeft nou zoveel make-up? Een beauty blogger. Ik wil ook een beauty blogger zijn. Ik zag van net iets. Ik zou hier echt geen zin in hebben. Ik zag net iets en ik vraag me zo erg. Ik hoop dit echt niet. Ja, de grap is, uiteindelijk geef ik ook alles aan vriendinnen. Maar het hebben voelt al heerlijk. Nabla, dat is toch ook bekend? Waarom wil ze geen vitamine C capsules? Toch? Nee, ik vind dat altijd een beetje Charlotte... veel aandacht trekkerig. Ik doe wel... Oh. Ja, maar als ik het doe, bedoel ik... We gaan niet zonder bezig. Ik heb ook al niet bezig. Meestal. Die gaat snel weg. Nee, ik mocht hem net filmen. Oh, echt? Ja. Dit is je verjaardagscadeautasje, toch? Ja. Doe nog eens? Pootje. Nee. Ja, joh, tuurlijk. Poot. Nee, niks ervan. Hoi Lina. Wat lief. Oh, ik heb nog 1 minuut geheugen. Ja. Lief, hè? Oh ja, dat vond ik gewoon grappig. Ja, gewoon leuk. Dankjewel. Maar je moet kijken waar het in zit ook. Waar die dingen in zaten. Wat dit? Nee, die op de bodem. Ja, hele kopjes. Daar... Maar heb je het kopje al gezien? Nee, dat ga ik nu uitpakken. Oh. Ik ben zoiets. Hi. Hi. Wij komen dus net terug van Lotte, het was zo gezellig. We zijn nog eigenlijk met z'n tweeën bij Guus en Lotte gebleven. Het is nu 5:10 en ik ga nu achter mijn laptop wat ik mijn vlog nog klaarzetten vanmorgen. Oh my god. Heb je eindelijk weer een goed ritme en dan dit, maar ja, het was heel gezellig. Ik was de boep. Goedemorgen jongens, ik heb nog geen 3 uur geslapen, maar ik ben gewoon heel blij. Ik zit helemaal na te genieten van gisteren, maar ook van mijn ritme van de dagen daarvoor en hoeveel ik heb gedaan. En ik had zoveel zin om gewoon echt op te staan. Ik vind de zondag zo'n fijne dag. En ik wil niet gewoon een beetje dat ritme vasthouden. Mijn beeld is wel heel wit en vlekkerig. Ik heb echt op lof gekomen, het is bizar, maar ik heb nog geen 3 uur geslapen. Ik ging ook echt een uur later slapen, uiteindelijk dan haal of zo. Ik ging nog een beetje dingen. Maar 3 uur geslapen. Maar ik heb wel de bob en ik heb denk ik 1,5 wijntje gedronken de hele dag. En ik heb gisteren 2 matcha's op. Bizar. Heel veel koffie wel. En daarna nog een keer in gaan halen. Maar ik denk ja, dan maar liever. Even een beetje moe vandaag. En morgen weer vanavond weer op tijd naar bed. Nog even een dag genieten, want zondag is mijn favoriete dag. Met haar en ik wil mijn ritme vasthouden. En ja, dus 10 uur wakker. Ik ging volgens mij 7 uur slapen. Echt, waarom zijn we altijd tot zo laat in het weekend? Maar zo leuk, want Lotte en ik maken het niet per se altijd laat. En ik dacht op een gegeven moment ook van, nou, zaten we nog met een gezellig groepje. En toen ging iedereen weg, volgens mij rond 12. En toen, ja, mijn idee was niet om zo lang te blijven. Maar het was heel leuk. Dus we waren met Guus, Lotte, ik en heel goed met z'n viertjes. En heel gezellig nog gekletst. En ook de mannen samen, die hebben elkaar ook pas 2 keer gezien. Ook heel kort altijd. Dus dat vind ik ook super leuk. En ik heb met Lotte kunnen kletsen. Meestal op een verjaardag spreek je vriendin niet echt. Maar we hebben eigenlijk ook na de verjaardag nog een soort van alsof we hebben afgesproken. Heerlijk kunnen kletsen met elkaar. Zo leuk. En toen uiteindelijk gingen we nog even met z'n allen wat opruimen. Daar ben ik ook heel blij mee dat we dat hebben kunnen doen. Ze vierden het in huis van vrienden. Maar ja, eigenlijk is heel veel opgeruimd. Zij moeten dan dus vandaag nog eventjes in weer om de spullen op te halen. Maar ook met Bolly en Lilo. Ik heb zoveel met ze geknuffeld. En het was echt heel erg leuk. Met mijn oma was het ook zo leuk. Ik zou zeggen, ja, als ik dan lang niet ga naar iemand, wie het ook is, dan vind ik dat wel heel moeilijk om weer te gaan of zo. Maar nu weet ik zeker dat ik gewoon weer, nou ja, ik zeg niet hele korte termijn, maar misschien 2 maanden of zo. Weet ik, ik weet niet. Maar ik ga echt niet zo lang meer wachten. Het slaat ook helemaal nergens op. Maar goed, ja, iedereen heeft zijn zwakke puntjes. Het was zo leuk bij oma en zij vond het ook zo leuk. En het was eigenlijk veel te kort, maar het is 1,5 uur rijden. Ik woon het dichtstbij van iedereen daar. Heel raar hoe dat dan werkt, maar ja. Ik kan nu helemaal genieten van die potten die daar mooi georganiseerd zijn. Lotte die had heel veel make-up opgeruimd. Ze mochten uitzoeken. En
ik ga dan, denk dan, ja, lekker gierig alles pakken. Maar dat is niet gierig, zijn is hebberig. Maar ik dacht, ja, alles wat ik echt wel kan gebruiken, ga ik toch wel eventjes lekker meenemen. Want zij wil er vanaf. En het was zoveel, ik heb natuurlijk ook heel veel overgelaten. Maar ik heb ook echt wat leuke dingen gepakt. Ik geef ook vaak weer aan mijn vriendinnen dingen weg. En ik heb laatst eigenlijk mijn laatste make-up allemaal aan Jimmy gegeven, een soort van. En zij zei ook, ja, een heel groot deel hiervan is niet eens gekregen, maar zelf gekocht. En dat heb ik ook. Maar dan koop ik het en wil ik het testen. En dan geef ik het uiteindelijk ook allemaal weer weg. Eigenlijk alleen nooit aan Lot, want die heeft zoveel. Zij krijgt 1000 dingen opgestuurd, dat heb ik niet. Maar ik heb wel wat leuke dingen gepakt. En ik dacht, ja, als het mag, waarom ook niet? En ook heel veel dingen die ik wel leuk vond, natuurlijk niet gepakt. En eerlijk gedeeld. Iedereen, maar ze heeft nog zo'n doos over. Maar in ieder geval, ik heb wel wat leuke dingetjes. Er was ook een vriendin die ging heel bescheiden doen. Die pakte dan 2 dingen. Heel netjes. It's not me. Ik heb wel wat meer. Ik heb allemaal beelden verwijderd in de auto. Zodat ik gisteren bij Lotte een beetje kon filmen. Maar ik heb niet heel veel gefilmd. Maar het was echt super. En nu ga ik in het zonnetje zitten. En even denk ik laten zien wat ik heb gekocht. Eerst zonnebrand op mijn bovenlip doen. Ik ga echt beter met die vlekken. Maar ik had laatst dacht ik eventjes 10 minuten in de zon. Ik smeer dit even niet in. Want ik was gewoon zo op jammer. Meteen begon er pigment te komen. Bizar. Ik vind het zo chill. Ik heb dus van Eucerin een minietje. Maar dan heb ik nu gezin naar boven te lopen. Dan ga ik dus deze gebruiken. Maar het is heel moeilijk om van die minis te komen. Dus eigenlijk wil ik die niet gebruiken. Echt bewaren voor je tas. Hoesie was echt de hele tijd aan het miauwen ook trouwens. Dus ik ben echt 30 keer wakker geworden van... Ik wil naar buiten, ik wil naar buiten. Heel irritant. Dus ik had de deur maar gewoon opengezet. Oké, de stash. Nou, wat ik dus heel leuk vind... Het zat dus een soort van maskers. Voor blond haar met... koraalkleur en roze. En niemand wilde die. We zaten ook wel gewoon netjes met z'n allen een beetje te overleggen. Van, wil jij dit heel graag? Oh, neem jij dit maar. En niemand wilde dit eigenlijk. Maar mij lijkt het dus heel leuk. Alleen, moet niet weer misgaan. Het staat hier. 20 minuten. Maar ik hoop niet dat het permanent is. Ik dacht dat het zo'n kleurmasker was. Oh, lord. Ik heb de kleur niet bekeken. Die is heftig. Het is eigenlijk omdat niemand het wilde dat ik dacht, leuk. Maar deze leek me het leukste, roze. Heeft Lotte dit ooit getest? Oh, jezus. Nou, ik denk dat mijn bonusdochter dit ook heel leuk vindt. Als het uitwasbaar is, tenminste. Dit vind ik heel chill. Een vitamine C serum. Die ga ik ook meteen nu openmaken. 3,5%, niet heel veel. Hé, hey, antipigmentvlekken. Nou. Ga ik die nu openmaken? Nou, weet ik niet. Die andere heb ik ook nog. Dit vond ik ook wel heel mooi. Ik heb nooit iets van Becca gehad. Dit is een First Light Priming Filter Instant Complexion Refresh. Heel interessant, paars. Dit zijn pillen. Van Pixi Vitamine C Brightening Face Serum. Oh, die moet je openbreken denk ik en op je gezicht smeren. Nou, echt, ik was helemaal aan het genieten. Ik had nog veel meer willen pakken. Dit is een Fluff Up Brow Wax. Maar dit is meer, ik wist niet zeker of ik dit... zou willen, maar ik dacht het is wel heel leuk om een keertje te gebruiken. En ook dit vond de rest niet interessant. Dus ik stond laatst echt op het punt om deze te bestellen. Maar toen dacht ik, ja, ik heb toenails. Dus zonde. Maar ik dacht, oké, deze wil ik meenemen. En is ook leuk voor mijn teennagels, want daar doe ik wel gewoon nagellak. En ook de Barbie glitter variant. Dit is ook goals. Ik heb nog nooit iets van Charlotte Tilbury gehad. Dus ik dacht, ik grijp mijn kans. Dit is dus voor je ogen. En als ik ooit oogschaduw draag, dan wil ik dat het liquid is. Het is een champagne tint. Ik ben niet verbaasd als Lot deze ook gewoon zelf heeft gekocht. Maar ja, ze zegt, ik gebruik het allemaal niet. En dit is ook weer zo'n mooi luxe ding. Ik weet dus alleen niet... Oh, dit is ook Charlotte Tilbury. Dat wist ik niet. Ik weet dus alleen niet precies wat het is. Maar het zag ook zo mooi en interessant uit. En ik heb ook echt een beetje merkjes gekozen die ik zelf nooit gehad heb, zoals dit. Ik gebruik nu best wel vaak getinte crème. Dus ik dacht, dit is heel chill. Dit is een CC cream met beige tint. En dan ook nog factor 15 erin. Dus die komt sowieso van pas. Mijn wimpers zijn best wel zwakjes. Daar had ik het nog met Lot over. En dit is dus een nachtmascara van de Balm. Ik vind de Balm heel fijn. En dit vond ik heel tof. Omdat het een liquid eyeshadow is met shimmer, maar een beetje lila. Die vond ik ook mega gaaf. Ook van de Balm. Cream blush gebruik ik elke dag. En dit vind ik een hele mooie tint. Dit is van Morphe. Ook goals. Heb ik ook allemaal nog nooit gehad. Als ik ooit een highlighter gebruik, dan is het deze. Ik heb hier een zo'n minietje ooit van gekocht of zo.
Die vind ik zo mooi. Deze was een tijdje heel hip, de Mary Luminizer. Dus ik dacht, die pak ik ook. Ja, ik ben losgegaan, Lot, als je dit ziet. Dankjewel. Dit heb ik in deze kleur jaren geleden gekocht. Die is echt heel oud. Aangezien deze ook niemand wilde, dacht ik, deze neem ik ook mee. Het is leuk om weer wat nieuwe dingen te hebben. Bare Minerals Lip Crayon. Want liplider vind ik wel ook echt heel mooi. Ja, ik doe het gewoon te weinig, maar ik vind het wel heel leuk. En nog zo'n liquid cream blush in roze. Dit is eigenlijk van alles het enige wat ik echt nu ook gebruik al. En dit is een Unicorn Essence Skin Enhancing Antioxidant Serum van Farsali. Nou, geen idee wat het is, maar het leek me ook fantastisch. Nabla Concealer leek me ook handig. Nou, mijn hele voorraad is op. Ik heb echt geen voorraad meer. Dus van de boom heb ik ook nog een heftig kleurtje. Iedereen zei van, oh, dit staat me niet. Maar ik hou wel van oranje tintjes. Dit gebruik ik wel dagelijks. En setting powder. Weet je wel. Ik heb nog best wel veel voorraad ervan. Maar ik dacht, oké, Becca is ook zo'n merk waar iedereen het over heeft. Een kwast. Er zat heel veel kwasten en die bleven eigenlijk ook liggen. Ik weet niet of die fijn is, maar ik kan wel een nieuwe gebruiken. En als laatste, dat ik gisteravond ook opgespreid, want mijn huid best wel droog was. En Lot deed die toen ook op. Van, oh lekker, zei ik, maar wil je hem dan niet houden? Zei ze, nee, ik heb echt te veel. Dus heerlijk, een soort van face mist. Maar ik doe het niet als primer, maar dat vind ik echt lekker als je dus... Had ik laatst ook gekocht bij de Normal. Gewoon even, halverwege de dag, even lekker zo'n boost. Dus dit is alles wat ik had. Ik heb echt best wel veel, maar ik ben er heel blij mee. En ik ben heel benieuwd wat die maskertjes nou precies zijn. Maar het zijn eigenlijk allemaal producten die ik heel leuk vind om te hebben en... Echt, ik zweer dat ik dat nog 5 keer meer willen pakken eigenlijk, die vanmiddag. Want ze had zoveel mooie producten. Maar daarom dacht ik, ik ga me niet heel erg inhouden. Want ik word hier heel blij van. Dus waarom niet? En het is er. En het mag. Ik heb ook niet alles gepakt wat ik wilde. Maar ik heb wel echt een flinke leuke stash. Dus I'm very happy. Thank you, Lot. Ik heb vandaag een keertje Crucially. Ik heb dus die Zero Crucially erbij gedaan. Best wel trek. Lekker. Ik vind wat ik aan heb echt mega leuk. Ja, het is heel raar weer. Ik dacht, heel heet was, maar het valt er mee. We gaan eventjes... lunchen denk ik of iets. Maar leuk hè? I like it. En ik heb mijn haar van onder roze geverfd. Maar toen bedacht ik me... Het is een soort warme tint. En ik heb heel cool haar. En ik denk dat cool ook beter bij me staat. Dus ik vind het wel grappig. Maar het is niet helemaal de juiste kleur voor mij. Oh, boeiend. I like this style. Het is echt zo'n onderjurkboekje. Heel zacht is. Dus die glijdt naar beneden. Maar ja, de korte broekjes die ik soms draag zijn serieus korter dan dit. Dit is... Het valt echt wel mee. Kijk hoe leuk. Het is zo leuk. I really love it. Ik moet een pareloorbelletjes bij. Helemaal zin. Leuke... Ja, ik weet niet. Het is een beetje beachy, stylish stilo. En deze matcha is echt lovely. Ik vind het trouwens wel leuk. Alleen het zijn... Het is nog niet gepolijst of zo. Maar het zijn te veel kleuren bij elkaar. Want ik heb dit nu vast. Maar dit is zo assig. En dan zit... Ja. Dit is zeg maar, dit allemaal nu hierin, maar het is zo cool en dat matcht niet met dit. Dus dit vind ik wel leuk, maar niet samen. En ik weet niet of ik het hier nou ook roze zou willen hebben. Ik heb zin dat het beide wel samen, maar ik weet het niet. Zeggen jullie het, want ik zie het niet bij mezelf. Ik heb lekker een rozeetje. En hij heeft een licht biertje en we gaan even lekker lunchen. Kijk hoe yummy. Snap je, dit krijg je echt niet op. Laatst had ik het een keer nog. Toen dacht ik echt, hoe ga ik dit ooit opkrijgen? Want het ziet er wel heel cute uit. Hij heeft een soort kiesje. Aardig hè, zei ze. Echt heel attent, maar oprecht gemeend. Dat zie je bijna nergens. Heerlijk. Zou je dit zo met je handen in één keer eten of met bestek? Ik weet het nooit wat ik moet doen. Je moet trouwens dit eens proeven. Dit is heel lekker. Ik denk het. Zo. Ja, maar ik vind het toch een beetje wat meer sfeer geven als je het gezellig snijdt. Zo. Maar goed chill, hè? Top. En ze hebben heel lekker brood. Ik zeg weer even met Nicole hierheen gaan. Melissa ging ook toen met... Oh, daar was je niet bij. Ja, zij ging de pizza helemaal heet in stukjes snijden. En wij zaten het echt zo in onze mond te stoppen. Heel chill, hè? Laatst hadden Nicole en ik een broodje. Nicole en ik hadden het broodje carpaccio. Toen ik nog carpaccio had. En toen, daar doen ze dus niet meer dit erbij. Terwijl het jarenlang kreeg je het erbij. Toen hadden we het losbesteld omdat we het zo lekker vonden. Die beste mayonaise. Die krijg je erbij. Die krijg je bij bijna elk broodje, maar niet meer bij de carpaccio. Hebben ze weggehaald. Misschien omdat het... Ja, dat dachten we dus ook. Terwijl dat is een soort van hun statement eigenlijk.
Maar het zit ook op het broodje. Lekker. Yummy. Guacamole. Ben jij guacamole? Ja. Waar dan? Avocado spread. Nee, dat is volgens mij geen smash avocado. Dat is hummus, toch? Dat er hummus van avocado zijn. Is dat goed? Oh, ze hebben hier wel smash avocado. Ja. Dat is donkerder. Heerlijk. Vanavond moeten we vroeg naar bed. Maar Albert Heijn is echt slim, want ze doen dat je die gratis producten krijgt. Maar daardoor moet je echt als een soort van paaseitjes zoeken de hele winkel door. Waardoor je ook boodschappen gaat doen. En al die spullen heb je eigenlijk bijna allemaal niet nodig. Dus ik vind eigenlijk dat ze zouden moeten zeggen dat je kan kiezen dat je het bijvoorbeeld kan doneren aan de voedselbank. Net als dat je bij je statiegeldbonnen ook kan zeggen, ik hou het geld niet zelf. Waar zijn er al die spullen eigenlijk? Oh. Kijk, dit is gratis. Dit is wel chill. Dit is ook wel chill. Dit is trouwens allemaal chill. Dit is niet handig. Dit is heel chill. Het kan ook wel prima zijn. Dit kan ook wel. Dus het is wel handig. Maar als ik het had kunnen afstaan, daar had ik het wel gedaan. Terwijl nu kunnen we het bijna allemaal wel gebruiken. Maar ja, meteen ook weer zelf andere dingen gekocht. Dus. Nou ja, oké. Okay. Zondag. Het is bijna 6 uur. Dus dat betekent lekker buiten zitten en chillen. Alright, avondeten time wordt weer lekker borrelen. Dat is echt ons favoriete ding op zondag. Ik heb er een cola zero. Nootjes. Lekker simpel. Heerlijk, de potten zijn mega handig. Oh, donker. Jongens, ik ga de vlog hier weer afsluiten. Het is zondagavond, dan ga ik slapen. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vergeet niet een reactie achter te laten en een duimpje omhoog te doen. En natuurlijk te abonneren en me te volgen op Insta en TikTok. En volgende week weer eens kijken. Bedankt voor het kijken. Doei!